Nou, ik las op een site hockey.nl dat de hockeyclub Rotterdam aanstaande donderdag een hockeyclinic gaat verzorgen. En dat was in het kader van de stakingsdag van de leraar in het basisonderwijs. En toen dacht ik van hé, dat is wel een goed idee, dat kan ik in Almelo ook wel eens gaan doen. Dus vandaar. Ja. Hebben er veel mensen al zich opgegeven, veel kinderen? Tot nu toe hebben zich 14 kinderen aangemeld. Maar goed, ze hebben morgen nog de kans, dus ik hoop ongeveer een stuk of 20 te krijgen. En wat voor tegenprestatie leveren de ouders van die kinderen? He, want het is tenslotte toch maar een hele geruststelling dat je kinderen goed worden opgevangen. Ja, kijk, als je naar de kinderopvang moet brengen, dan kost je dat ook minstens voor een hele dag minstens €40. Ik vraag een vergoeding van €35 per kind. Dan krijgen ze ook een lunch voor en limonade en snacks, gezonde snacks. Dus. En hoe mogen ze zichzelf bezighouden? Ja, want ze hebben het natuurlijk druk op school. Nou ja, ik ga morgen een programmaatje maken en dat hangt ook een beetje af van de weersomstandigheden. Ik moet even kijken, het gaat donderdagmorgen, dacht ik, regenen. Als het erg hard gaat regenen, dan probeer ik binnen een programmaatje in elkaar te draaien. En anders gaan we de hele dag lekker buiten op het veld aan de slag. Ja, nou, aan de slag hè, met hockey. Ja, onder andere met hockey, ja. Ja. Goed, dank je. Jammer.